Deze is wel die zin terug in de tijd. Misschien iets te rood aangezet. Dat weet ik wel eens niet. Dit is echt veel expressionistischer geschilderd. Dus niet die mix tussen impressionisme en expressionisme. Ik wilde altijd graag wel tekenen, maar ik kon helemaal niet zo goed tekenen in het begin. Ook schilderen niet. Dat kreeg ik niet op de middelbare school. Toen ik 20 was, wilde ik dat graag worden. En toen heb ik me gewoon via cursus en zelf werken. En daarna de academie, de Rijksacademie en de eerste graad heb ik gedaan. En ik heb het eigenlijk altijd gewild, ja. Olieverf, dat is iets waar je kan het erin zetten en je kan erin duwen, je kan erin vegen. En het blijft altijd heel prettig, heel sterk. En dus als je dit schilderijtje hier hebt bijvoorbeeld, hè, dat is de eilanden. En dan zie je ook, dat vind ik met olieverf, je kan het er heel schraal in zetten. En hier zet ik het er net even weer wat vetter in. Waardoor je ook mooi dat je naar voren kunt werken. En het geeft meteen een mooi resultaat, vind ik. Het is niet meteen droog. Hè? Dus de bruinen zijn wel vrij snel droog. Hè? Die zijn soms als je binnen een dag zijn de bruinen al droog. Maar dit soort witte, of lichtwitte, of gele, die zijn niet minder snel droog. Dus daar kun je langer op doorwerken. Acryl is meteen droog. Dus daarom werk ik graag met olieverf. Laten we zeggen, ik ben misschien eerst in het expressionisme begonnen en dus laten we zeggen, deze manier van schilderen, dit is iets expressionistischer weer. En impressionistisch is het hiermee dat je dus meerdere licht en donkere, dus nuances aangeeft. Ja, en hoe je dat dus in deze tijd wil plaatsen, dat is toch hedendaagse onderwerpen nemen. Aan de andere kant is er niet zo heel veel nieuws meer eigenlijk. Hè? De evenementen zijn wel anders, maar de schilderswijze is nog hetzelfde. Steeds weer vind ik toch weer van, die stad is toch wel mooi met die. Dit is in dit geval, dat is dus een aanzet, dat is een start voor de Gay Pride. Maar dan ben ik eerst met die oude stad bezig en denk ik, wat is dat toch mooi gedaan, die bruggetjes en die bruggetjes en dan dat je er onderdoor kan kijken. Dat vind ik heel fascinerend om te zien. De oude stad vind ik nog steeds fascinerend. Ik schilder het al 20, 25 jaar. Half in de oude wereld, dat spreekt mij enorm aan, de oude wereld. Maar ik wil ook in deze wereld werken en zijn. Nou, dat verenigt zich soms in mijn werk, dus dat ik bijvoorbeeld bepaalde, wat ik zei, de Gay Pride, dat ik dat graag wil schilderen. Dat is van nu, hè? Dat is niet 100 jaar geleden, dan hadden we andere prides, zullen we zeggen. Nu is de Gay Pride en dat vind ik interessant en dat wil ik dan proberen vast te leggen. Dus ik zit met waar schilderwijze in die oude wereld en dan tegelijkertijd probeer ik mijn nieuwe wereld te vinden. Te veel met theorie bezig zijn was geen optie, dat was het eigenlijk. Dat kon ik niet.
Ik heb het wel geprobeerd, hè. Dus ik heb die leraaropleiding gedaan en dat was wel veel stampwerk en dat kan ik wel. Maar ik wilde toch wat doen, en maar een reguliere baan, dat zat er niet in, nee. Ik denk dat dat ook meespeelt. Hoewel ik het wel gedaan heb, ik heb natuurlijk lesgegeven, de middelbare school ook. En dat vond ik niet gemakkelijk, zou ik maar zeggen. Maar aan de andere kant is natuurlijk het kunstenaarschap is helemaal niet zo vrij als je denkt. Je moet steeds je eigen dingen bepalen. Vanuit een bepaalde onzekerheid kies je het kunstenaarschap. Geef mij dat maar. Maar het is juist dat je dus eigenlijk nog veel meer op je dak krijgt. Nou, de manier verschilt is dat je wel uiteindelijk het plein-air doet. En dat het ook een beetje snel moet zijn en raak moet zijn. En dat is lastig natuurlijk, hè, met de zon die verdwijnt en die komt. En de regens, de stortregens die we af en toe hebben. Nou ja, buiten is wel dat je bevrijd bent van veel dingen. Hè. Dat je dus, dit is je ezeltje en daar ga je het doen. Dat is je studio. En alles kan je op je in laten komen. Dat vind ik soms heel prettig. Dat ik het op kan slurpen. Dat vind ik het fijne van buiten werken. De wereld is mooi en dat je dat kan vinden en dat je dat kan vastleggen, dat vind ik wel. En Amsterdam is een mooie stad, of de weilanden zijn mooi. Ook al kost het moeite. Het is wel een wonder dat je het mag schilderen.